Zoals je misschien wel weet, zijn er meerdere vormen van anticonceptie. De anticonceptiepil, ook wel gewoon de pil genoemd, is er hier één van. De pil is een klein pilletje met meerdere hormonen dat je elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip moet innemen. De pil beschermt wel tegen zwangerschap, maar niet tegen SOA's. Wees hier dus altijd op bedacht en ga er niet vanuit dat je met de pil overal tegen beschermd bent. Dus, hoe werkt hij nou eigenlijk? In de pil zitten oestrogenen. Deze zorgen voor een normaal bloedingspatroon dat lijkt op je normale cyclus. Deze bloeding wordt ook wel een onttrekkingsbloeding genoemd. De progestagene hormonen in de pil voorkomen een zwangerschap. Ze zorgen er onder andere voor dat er geen eisprong plaatsvindt, dat het baarmoederslijmvlies verandert, zodat een eventueel bevruchte eicel zich moeilijker kan innestelen, en het slijm in de baarmoederhals verandert, zodat de zaadcellen de baarmoeder niet meer binnen kunnen dringen. Zoals bij alle anticonceptiemiddelen is het belangrijk dat je het middel op de juiste manier gebruikt. Bij de pil werkt het als volgt. Je slikt 21 of 22 dagen lang dagelijks en rond dezelfde tijd een pilletje. Achter op je strip staan de dagen vermeld, van maandag tot en met zondag. Op deze manier kun je goed zien of je de pil misschien vergeten bent of dat je hem al wel genomen hebt. Zodra de strip leeg is, stop je met het slikken van de pil voor ongeveer een week. 6 of 7 dagen. Deze week noemen we een stopweek of een pauzeperiode. Rond de 2e of 3e dag van deze stopweek krijg je een bloeding, de onttrekkingsbloeding. Je wordt ongesteld. Meestal is deze ongesteldheid minder heftig dan als je de pil niet gebruikte. Na 6 of 7 dagen, dus na een week, begin je weer verder met je volgende strip. Op deze manier krijg je een regelmatige cyclus van ongeveer 28 dagen. Gebruik je de pil op de manier zoals ik je net verteld heb, dan is de kans dat je onverhoopt zwanger wordt zeer klein. Slechts 0,03 tot 0,6% van de vrouwen die de pil slikt, wordt toch per ongeluk zwanger. Let wel extra goed op als je diarree hebt, als je moet overgeven binnen 3 uur na het slikken van de pil, of als je een antibiotica moet slikken. Door deze dingen is de pil minder betrouwbaar en heb je een grotere kans dat je zwanger wordt. Maar wat nou als je de pil vergeten bent? Geen paniek als je de laatste pil hebt geslikt minder dan 36 uur geleden. Slik gewoon je volgende pil en er is niks aan de hand. Er is geen vergrote kans op zwangerschap. Maar is het langer dan 36 uur geleden en ben je nog in je eerste week, dus bij de eerste 7 pilletjes van je strip, neem dan de vergeten pil in en maak je strip gewoon volgens schema af. Neem minstens 7 dagen lang extra bescherming tegen zwangerschap. Denk hierbij aan een condoom of andere voorbehoedsmiddelen. Heb je seks gehad in 7 dagen voor het vergeten van de pil en heb je geen condoom of ander voorbehoedsmiddel gebruikt, dan bestaat de kans dat je zwanger bent geraakt. Je kunt hiervoor de morning after pil slikken of contact opnemen met je huisarts voor extra advies. De meeste varianten van de morning after pil kun je innemen tot 72 uur na het vergeten van de pil. Echter, voor de meest optimale werking wordt aangeraden dit binnen 24 uur te doen. Bestel de morning after pil dus nooit via internet. Alle tijd die er overheen gaat tussen de bestelling en de bezorging is verloren tijd. Het is dus veel sneller om zelf de morning after pil te halen. Ben je de pil vergeten in je 2e week, dat zijn de 8e tot en met de 14e pil, neem dan je vergeten pil in en maak de strip volgens schema af. Er is geen extra bescherming nodig en er is geen verhoogde kans op zwangerschap. Ben je de pil vergeten in je 3e week, dan kun je de pil alsnog innemen en de strip afmaken, of alvast een stopweek inlassen van maximaal 7 dagen. Als je de strip afmaakt, is het niet nodig om aanvullende anticonceptie te gebruiken. Om de pil te krijgen, moet je een eerste gesprek hebben met je huisarts. Deze zal met jou bespreken waarom je de pil wil, welke pil het beste bij je past en een aantal basisdingen met je doornemen. Als alles goed gaat, kun je daarna de pil rechtstreeks bij de apotheek kopen. De pil wordt door je zorgverzekeraar vergoed tot je 21ste jaar. Pilgebruik na je 21ste jaar wordt bij de meeste zorgverzekeraars vergoed in het aanvullende pakket. Weet je het niet zeker of twijfel je? Neem dan gewoon contact op met je verzekeraar. Zij vertellen het je graag. Zonder vergoeding van de verzekeraar kost een doosje met 3 strips, dus voor 3 maanden, ongeveer tussen de 10 en de 20 euro. Heb je meer vragen over het gebruik van de pil? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je huisarts.